Hallo, goedemorgen. Het is vandaag woensdag en we beginnen de dag met de ratslag. Maar er is niemand om de ratslag te doen. Of eigenlijk wel ikzelf. Nou, Bart die heeft Jola dus vanochtend naar school gebracht op de fiets. Ja, knap hè, van hem. En daarna kreeg ik ook nog boven mijn shaky. Dus ik kom net van boven vandaan. En ik kan mijn dagje heel relaxed beginnen vandaag. En het wordt ook nog eens een super mooie dag, want de zon schijnt heel erg. En volgens mij is dat morgen en overmorgen alweer minder. Dus ik ga er zeker even van genieten met Jol vanmiddag. Die heeft een kort dagje en daarna gaat ze nog even spelen met vriendinnetjes. En dan gaan we iets leuks doen. We will see. Ik weet nog niet wat hoor. Nou, hij zegt nu dat ik binnen nu en 2 dagen ongesteld zou moeten gaan worden. Sorry voor de detail. Ja, dus dat is weer even de komende week gewoon weer even heel spannend. Tenzij ik gewoon morgen al ongesteld word, dan is het niet meer spannend. Dan weten we het al. Dus ja, even afwachten. Zo, de worst die hieronder zit is trouwens kippenvlees. Geen varkensvlees, omdat ik geen varkensvlees eet. Dat zijn van die halal producten. Zo, ik heb weer 2 pakketjes klaarstaan. Die ga ik zo even wegbrengen naar het postkantoor. En ja, echt handig hè trouwens. Dat iedereen altijd per dag iets bestelt. Waarom niet alles op 1 dag? Hoort erbij als je dingen probeert te verkopen. Ik ga met mijn andere camera aan de slag. Want ik ga de laatste video voor de zomerstop voor Lotte Lust maken. Dat betekent dat ik even een leuk itempje ga doen. En dit keer gaat het over... weet je wat? Als je het wil zien, klik dan even in het link hierboven. Dan kun je die video ook bekijken. En ik geef ook nog 1 dingetje weg. Dus dat is misschien ook wel leuk. Zo, even snel naar binnen gerend. Want ik heb opeens weer een hele lading... bikinis verkocht. Mooi, dat ruimt lekker op. En maak ik iemand anders blij mee. En terwijl ik een beetje dingen zit te verkopen, moet meneer weer dingen kopen. Mm-hmm. Dat is toch erg? Wat moet je hier nou mee? Ik werk er hard voor. Dat is waar. Ik ga even dit ding uitproberen. Dus, daar gaan we. Oeh. Wat een weirdo. Fantastic. Wat een weirdo. Ik ben nooit zo van boekjes lezen hoe iets moet. Bart wel. Dus kun je even lezen hoe het moet? Ah, grapje. Verkeerd gebruik van uw bruiswaterapparaat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel. Oké, we gaan het toch even lezen. Lekker. Ja! Lekker het is fris. Echt lekker! Stel het op, anders gaat het weer in de koelkast. We hebben spaarrood! Zal ik zwanger zijn of niet? Bart, wat denk jij dit keer? Geen idee, ik ben totaal niet gefrustreerd. Nog 2 dagen. En een vriend van Bart heeft ook een babytje gekregen. Ja, ah, alle Mark, vrienden die beginnen dit. Nu. Die heet... Boas. Boas. Heel slim, man. Boas. Boas. Ik hou van originele, korte namen. Ik weet ook al hoe onze dochter gaat heten, als het een meisje wordt. En als ik zwanger ben, dan weet ik al hoe het gaat heten. Ja. Maar ja, die kans is zo klein en zo klein. Waterloopplein. En we gaan even een beetje rondkijken daar. En waarom ik het hier zo leuk vind is, nou, omdat ik hier vroeger elke dag zelf kwam, joh. Ik zat vlak bij het Waterloopplein op school. En mijn papa, die werkte op het Waterloopplein. Dus ik was daar bijna elke dag. Mama, gaan wij dus... een topje kijken? Ja, we gaan voor een topje kijken. Let's go! Mama.
Salut! Oh, wat heb ik voor jou maar? Ja, wil je ruilen? Oké, okay. Mmm. Er zit mint in. Oh, lekker. Haha. Mmm. In deze zit watermeloen, is ook echt super lekker. Staat dit mij, zo'n hoed? Jola, staat dit mij? Wat ik zelf vind, ik vraag het toch gewoon. We hebben de ideale pet voor Jola gevonden. YOLO. YOLO. En ik heet Jola. YOLO. Wat is die rust? En ik heb deze All Stars gekocht. All Stars. Wacht, ik houd even stil, dat ik niet zoveel bewegen. All Stars. All Stars gekocht. Rode All Stars voor 10 euro. Zijn wel... Oké, we zijn nu even in de Spuistraat onderweg naar de dichtbijzijnste H&M voor Jol. Want die wilde heel graag nog even kijken voor een topje. Wat een lachje, dat lach je ook. Maar we gaan niet alleen maar het topje laten zien. Nee. De grootste reden dat we hier lopen is omdat het gewoon te mooi weer is om binnen te zitten. Dit is het topje waar Jola het over had. Jola die heeft nu eindelijk een soort BH-topje. Dus deze hebben we net gebruikt gekocht. 96. Dus hoeveel hebben we bespaard? 60 euro. Ja, yeah, 60 euro bespaard. Nou, Jola heeft weer een ijsje voor elkaar hoor. Hè? Ik zit even lekker te genieten van een ijsje bij, geen idee, een of andere snackbar. Deze. In een steegje. In een steegje naast Sarah. Tada! Vind je die kabouter niet cool? Oh, steekt een middelvinger uit. Zit er nieuws? Nog even en je hoeft nooit meer onder de zonnebank. Hè? Nog even en je hoeft nooit meer onder de zonnebank? Wat? Ik wil heel even die cd laten horen. Oh nee, dit is de cd van mijn vader. Dit is het nummer van mijn papa. Heeft mijn papa MBO, zelf gezongen. MBO, of wacht, ik ga hem laten horen aan jullie. Mijn papa leeft dus niet meer. Maar dit heb ik nog wel van hem, zijn muziek. Die andere vader sneller papa noemen natuurlijk. En mijn biologische vader heb ik wel een keer ontmoet op mijn 23ste, maar daar heb ik nu geen contact meer mee eigenlijk. Hé? Maar dat is ook niet het belangrijkste, hè? Het belangrijkste is gewoon de mensen waar je om geeft, de basis van je eigen gezin, zeg maar. En jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. Jezelf. Oké, ze hebben dus zojuist gezegd op de radio. Er komt dus een soort bodycrème die je kunt opsmeren. En dat is niet een spraytan-achtig iets. Nee, dat is echt een soort iets wat in je moleculen trekt.
waardoor je bruin wordt. What? Ik ben echt de allereerste die dat gaat proberen als het er is. Het is nu net pas volgens mij getest op muizen enzovoorts. En wanneer het natuurlijk geen risico's met zich meebrengt. Maar als het echt wauw, als het echt zo wauw. Dat zou echt een uitkomst zijn. Eindelijk kan ik weer bruin worden. Kom maar op met dat spul. We eten even de leftovers van gisteren. Lekker makkelijk. Met kaas. My goodness, ik kom er net achter dat ik weer vet te lang heb zitten editen. Dus ik ga maar even naar beneden om te kijken wat Bart aan het doen is. Het is al 11:15, dus misschien dat we maar even een einde aan deze dag moeten maken. Ik ga in ieder geval mijn computer afsluiten. Bart, ben jij er nog? Wat was je aan het doen? Ah, ik was even aan het gamen. Oh. Are we going to bed? Yes. Are you going to bed with me? Afleveringetje van... Van wat? Oh ja, Einstein. Genius. Einstein. Genius. Nou, ik zal snel slapen, mensen. Mooi. Dan kan ik dan al rustig verder kijken. Jij snapt het toch niet. Nee. Nou, echt wel. Ik snap het echt wel. Vooral als hij in zijn jonge jaren is, vind ik leuk. Grapjes wat. Dank jullie wel voor het kijken voor vandaag. En tot morgen in een nieuwe vlog. Slaap lekker.